Het is What's in my bag week bij Fem. En jullie hebben al de tassen van Sharon, Jamie en Manon kunnen zien. En nu is het mijn beurt. Ik ga jullie de inhoud van mijn sporttas laten zien. Dit is mijn sporttas. Tadaa. Hij is van Nike. En ik heb hem in december in de outlet in Roermond gekocht. Ik was op zoek naar een goede sporttas. Ik wilde iets met een beetje roze. En het was verrassend moeilijk. En toen was ik in de outlet en toen zag ik deze. En toen dacht ik, oh, die moet ik hebben. En volgens mij was hij iets van 40 euro of zo. En ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ga jullie gewoon allemaal laten zien wat erin zit. De tas heeft heel veel vakjes. Laat ik maar even met het voorvak beginnen. En daarin heb ik wat dingetjes zitten. Ik heb heel veel lipglossen altijd in mijn sporttas zitten. En ik vind het altijd wel fijn als ik ga sporten om een beetje lipgloss op te doen en zo. Ik weet niet, dan heb je toch wat op en... Het is gewoon fijn. Het is denk ik een beetje gewenning. Ik heb er eentje van Clarins. Ik heb er eentje van... Hoe heet dit merk? Loop Beauty. Ik heb een Maybelline Baby Lips erin zitten. En ik heb een lipgloss van de Body Shop erin zitten. In Grapefruit. Dat zijn die. Oh, ik heb ook nog... Ik had blijkbaar een keer mijn oorbellen nog in toen ik ging sporten. Nou, die heb ik er dus ook nog in zitten. Deze zijn trouwens van Forever 21. Die zitten ook blijkbaar in mijn sporttas. Fietslampjes voor als ik 's avonds naar huis fiets. En dat was het volgens mij wel. Ja, dat was het. Dat was dat vakje. Nou, laten we even verder gaan. Het handige van deze sporttas is dat hij hier nog een vak heeft. En hier kun je je schoenen in doen. Dat is dus zo'n vak waar je dus gewoon je sportschoenen in kwijt kan. Dan zitten ze niet bij de rest van je spullen. Als je net gesport hebt, is dat wel zo fijn. Dan heb je toch altijd een beetje van die zweterige schoenen, om het zo maar te zeggen. Ik heb deze sportschoenen wederom van Nike. Dat is echt mijn favoriete sportmerk. En dit zijn de... Ja, volgens mij zijn dit Air Max... Air Max Fit zijn dit. En die zijn gewoon heel stevig en zitten heel erg lekker. Ik had eerst andere, maar ik moest van mijn trainer stevigere schoenen kopen. Dus toen heb ik deze gekocht. Gelukkig zijn ze nog steeds roze. Dan is het tijd voor het grote vak. Als eerste heb ik altijd een capuchon vest in mijn tas zitten. Als ik ga sporten heb ik eigenlijk altijd wel mouwloze shirtjes aan. Maar als ik dan naar de sportschool toe fiets, trek ik altijd even een capuchon vest eroverheen. Dat ik iets onder mijn jas heb zitten. En dat is nu op dit moment deze van Abercrombie & Fitch. Die heb ik echt al jaren. Ik heb uiteraard ook een waterfles in mijn tas zitten. Dat is op dit moment deze. Ik heb deze nog maar een paar dagen. Hij is lekker groot en hij heeft een hele makkelijke opening. Die gewoon zo kunk open doet. Even wat naar binnen gieten en je kunt hem zo weer dicht doen. Ik heb deze bij de Aldi gekocht. Ik was boodschappen aan het doen en ik zag ze liggen en ik dacht... Dat is handig. En hij was echt 2 euro of zo. En hij is 3/4 liter. In het zijvakje heb ik nog wat dingen van mijn fiets zitten. Mijn zadel is lek. Dus als ik ga fietsen, dan heb ik een natte kont. Heel charmant. Dus ik moet er altijd even zo'n zadelhoesje omheen doen. Deze is van de Action. Hij valt inmiddels uit elkaar, maar hij doet het nog best goed. Oh, ik heb nog meer fietslampjes. Je kunt er maar nooit te veel hebben. En mijn fietssleutels. Ook belangrijk. Natuurlijk heb ik ook altijd een zonnebril erin zitten. Deze heb ik echt al heel erg lang. En deze is van Fossil. Ik denk dat ik al 6 jaar of zo deze heb. Het is nog steeds een hele fijne bril. Wat ik ook altijd bij me heb is een tasje. Dit is zo'n uitvouwtasje van de H&M. Dat zit dus helemaal opgepropt hierin. En ik ga heel veel boodschappen doen als ik heb gesport. Dus dan heb ik altijd een tas bij me om boodschappen in te doen. Lekker makkelijk. Natuurlijk ook een haarborstel. Dit is echt een mini haarborsteltje. En er zitten nog haren in, zo te zien. Sorry. Deze is van de Body Shop. En dat is gewoon even een klein borsteltje dat ik gewoon heb. Mijn haar kan borstelen. Dat doe ik nooit heel uitgebreid als ik heb gesport. Want ik douche namelijk nooit op de sportschool. Ik woon zo dichtbij dat ik zoiets heb van, nou, ik douche wel thuis. En daarom heb ik ook geen ding als douchegel of zo bij me. Ik heb ook nog wat beautyproducten erin zitten. Eigenlijk best wel veel. Ik heb hier nog een hele toilettas. Ik ga zo daarvan de inhoud laten zien. Ik heb altijd een hand sanitizer bij me. Deze is van de Body Shop in de geur Grapefruit. Vind ik altijd even lekker. Als je hebt gesport en ook gesport en heeft iedereen aan die dingen gezeten. En dan is het wel even fijn om hand sanitizer bij te hebben. Vaak was ik ook gewoon even mijn handen daar. Maar ja, zo'n hand sanitizer is altijd wel handig. Ik heb ook nog even een eau de toilette altijd bij me van Grapefruit op dit moment van de Body Shop. Het is echt zo'n hele verkwikkende geur. Als ik een beetje duf ben en dan spray ik deze wel eens voor het sporten op en dan krijg ik weer helemaal energie. Verder heb ik nog best wel wat make-up dingetjes bij me. Het is niet zo dat ik me opmaak als ik uit de sportschool kom. Maar het gebeurt gewoon wel af en toe dat er iets is waardoor ik nog even ergens naartoe moet of... Ja, waardoor ik gewoon toch nog make-up nodig heb. Of gewoon even er wat beter uit moet zien. Of mocht ik een keertje moeten douchen daar, dan heb ik gewoon spulletjes bij me. Ik heb een BB cream van Garnier bij me. Dit is de originele in de lichte variant.
Ik heb een blush bij me van Bourjois. Verder nog wat lipproducten. Ik heb nog een Born Lippy lippenbalsem van de Body Shop bij me in de geur aardbei. Nog twee andere. Dit is de Makeup Studio Durable Lip Fluid en Gloss. In de kleur... Ja... Geen idee. Ik heb nooit een idee waar je de kleurnamen van Makeup Studio kunt vinden. Maar dat is deze. En nog een lipgloss van Catrice. Ik was eigenlijk helemaal vergeten dat deze erin zaten. Verder heb ik nog... Oh, wacht. Nee, er zit nog meer make-up in. Ik ben nog niet eens klaar. Oh, nog een lipproduct. Serieus. Volgens mij heb ik 10 lipproducten in deze tas zitten. Dat is wat veel. Deze van Bourjois. De Color Boost. Ja, en toen was de tekst eraf. Dit is een van die balsemachtige dingen. Volgens mij hebben ze die vorige zomer gelanceerd. Die... ik heb nog een waterproof eyeliner van Catrice. En nog een waterproof mascara van de Body Shop. En ik heb nog een mascara van Catrice. Die ik soms al gewoon opdoe als het nodig is. En verder, even kijken. Oh ja, nee. Ik heb nog schoonmaakdoekjes van Sephora. Mocht het nodig zijn. Ik gebruik ze bijna nooit, maar het zit erin. En ik heb nog wat haardingetjes. Ik heb zo'n bananenklem. En dit is er eentje van Zenner. En er zit van dat rubber in, waardoor die in je haar blijft zitten. Heel erg handig. Zeker met cardio en dat soort dingen vind ik het dan wel fijn om zo'n clip in te doen. Als je grondoefeningen moet doen of ergens met je hoofd op moet liggen, dan is dat niet handig. Maar voor cardio en zo vind ik dat wel heel fijn werken. Ik heb nog een hele charmante... badmuts. Bij een vorige sportschool hadden ze een zwembad. En dan ging ik nog af en toe zwemmen. Maar het irritant is dan dat je haar zo nat is. Nou, dan deed ik zo'n hele sexy, charming badmuts op. Wel een roze badmuts, uiteraard. Ik heb nog een haarbandje van H&M. Dit is ook met dat rubber. En soms vind ik het wel even fijn als ik een staart in heb of zo. Om dan, nou ja, het ziet er nu niet uit. Maar om dan dus zo mijn haar nog naar achteren te doen. En dat was deze. En volgens mij... Oh nee, wacht. Nee. Ik dacht, oh, we zijn klaar. Nee, ik heb nog een vak. Want er zit hier dus ook nog een extra vak in. Ik heb nog zo'n armding. En dan kun je iPhone kun je erin doen. Deze gebruik ik bijna nooit. Omdat bijna alle sportbroeken wel zakken hebben waar ze in passen. Of ik klem hem eventjes hier tussen een bandje. Dat werkt op zich prima. Maar soms vind ik het wel handig om hem nog eventjes hier in te doen. Dat is die. Volgens mij heb ik die echt voor een paar euro op eBay besteld. Kun je ze echt heel makkelijk vinden. Nog een pen. Altijd handig. Ik heb ook nog een hartslagmeter in mijn tas zitten. Dit is de borstband. Die doe je dus eigenlijk gewoon precies waar je BH zit. En die meet dus je hartslag. En dan heb je dus een soort horloge waarop je je hartslag kunt aflezen. Tegenwoordig gebruik ik deze een stuk minder. Vroeger vond ik het echt fantastisch om te zien hoe mijn hartslag was. Hoeveel calorieën ik had verbrand en zo. Tegenwoordig ben ik daar een stuk minder mee bezig. Omdat ik gewoon lekker wil sporten. Maar misschien moet ik het weer eens doen. Het is denk ik wel leuk om het weer eens even in de gaten te houden. Deze is van Polar. Dat zijn echt de beste hartslagmeters. Dit is volgens mij inmiddels de tweede die ik ervan heb. De vorige heb ik echt 4 jaar lang gebruikt of zo. Ik denk dat ik deze vorig jaar heb gekocht. En dit is de FT4. Hij is roze. Uiteraard. Ja, dat was de inhoud van mijn tas. Dit is wat ik in mijn sporttas heb zitten. Ik sleep behoorlijk wat mee. Ik gebruik niet alles overigens, maar een groot deel wel. En ja, mijn make-up tasje zit erin voor het geval dat geen idee wanneer je het nodig hebt. Maar het kan handig zijn. Jeetje, het is een lange video geworden. Normaal proberen we de video's voor Fem altijd redelijk kort te houden. Maar ik krijg het er voor elkaar om het gewoon 10 minuten vol te maken. Sorry daarvoor. Nou ja. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien wat er in mijn sporttas zat. En laat weten wat er niet in jouw sporttas mag ontbreken. Want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Vergeet je trouwens niet te abonneren op dit kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! En vandaag is het tijd om mijn tas te laten zien aan jullie. En dit is mijn kantoortas. Ik werk 4 dagen als management assistant.